Welkom bij Pulse Model Trainstof. Vandaag heb ik een Lima DE13 locomotief onder handen. Deze is oorspronkelijk verkocht in een set met goederenwagons van HBC uit mijn hoofd. Dit is een BR240 locomotief. Het lijkt, gezien het gewicht en gezien het, met name het gewicht eigenlijk, denk ik dat dit dus een latere Lima-lok is. Hij voelt vrij zwaar, redelijk massief. Dus ik denk dat dit net als bij de Roco's één groot massief blok van binnen is. Ik ben ook wel benieuwd of dat deze ook een aansluiting heeft om digitaal te laten rijden. Om open te maken, klikt hij op een paar plekken vast. Hier, hier in het midden. Even kijken of ik hem open krijg. Kijk eraan, daar gaat hij al. Zo. Nou, de onderkant, de kap is vrij eenvoudig. Er zitten twee van deze bakken in, zodat de lampjes die hieronder zitten niet in de cabine doorschijnen. Hier kun je dus nog zelf een machinist inzetten. Verder zie ik hier een heel lijmsporen erop zitten. Het is niet zo'n goed model meer. En wat ik al verwachtte. De binnenkant, dit is een massief blok metaal. Ik weet niet wat voor metaal, het is in ieder geval niet magnetisch. Binnenin een motor met twee, hoe noem je ze nu? Vliegwielen, dat is het woord dat ik zocht. Twee vliegwielen, zodat hij betere rij-eigenschappen heeft. Een vrij simpele printplaat. Deze verbindingen gaan naar de motor. Hier zitten er deze twee hier en deze twee gaan naar de verlichting. En aan de zijkant zitten er 1 en 2. Kijken. Nee, dus. Oh god, hoe zitten die kabels nu? In ieder geval, deze gaat naar draaistel en hier gaat er ook eentje naar het draaistel voor de power pickup. Dus ik ben benieuwd of dat die op beide wielen stroom op kan pakken of dat het twee draaistellen in moet. Of dat überhaupt iets doet. Laat ik eerst stroom opzetten. Kijk, hey, dit is afwacht. Ik had toch verwacht. Beide draaistellen hebben een power pickup. Maar dit draaistel loopt niet mee. Alleen aan deze kant, terwijl hier toch twee vliegwielen zitten. En zo te zien ligt de aandrijfas ligt los. En dit is ook apart. Dit is een minnetje, schroevendraaier. Deze is een kruiskop. Dat ik kon niet eerder tegenkomen. Ja, hier ligt de aandrijfas los in. Eén stuk aandrijfas. Niet vergis, hop, zo, dat is het draaistel. De aandrijfas kun je zo op de motor zetten. Is dit nog enigszins te zien? Zwart op zwart.
Ik wil hem hier nog een beetje uit zien steken. Ja, dat is beter. Daar zit de aandrijfas. En nou, het motorstel erin. Draaistel erin. Kom. Zo. Oh jee, dit is een priegelwerk. De motor heeft dan, oh sorry, draadstel heeft aan twee kanten een kliksysteem. Dus dat ziet er beter uit. Hij zit nu in ieder geval vast. En aan de andere kant zit hij ook nog vast. Kruiskop zat hier. Daar zei ik. Nee, hij zat hier. Ik heb niet het hele treinstel omgedraaid. Zo, die er weer in. En nummer 2. Zo, mocht je deze willen digitaliseren, de kap komt. Even kijken. Ongeveer zo laag. Ik denk dat er boven de motor en alles genoeg ruimte is. Dan is deze een kwestie van even kijken welke kabel wat doet loshalen en op je decoder zetten. Het zal niet heel moeilijk zijn om deze digitaal te laten rijden. Maar ik ga dat bij dit exemplaar niet doen, want ik vind hem er niet goed genoeg uitzien. Ik vind wel op zich een hele mooie trein. Even kijken. Wat wil jij er nog in? Ik vind het een hele mooie trein. Het is een mooie vormgeving. Als deze een betere kwaliteit, betere staat was, dan had ik er meer mee gedaan. Maar ik denk dat ik dit hier toch ga laten voor wat het is. Misschien dat ik hem nog bedenk. Oh, even kijken of dat mijn reparatie gewerkt heeft. Ja, beide wielen draaien nu. Goed, de wielen moeten ook wel schoongemaakt worden. Hey, het klinkt redelijk soepel. Niet wat ik gewend ben van een Lima-trein. Die over het algemeen klinken als een... koffiemolen. Een oude versleten koffiemolen, dat is. Ja. Als ik deze schoon zou willen maken, zal ik waarschijnlijk hem weer openmaken. De voeding er recht op solderen. En laten draaien. En mijn railgun pakken. En gewoon op. Langs alle wielen gaan. Wat hier nog wel aan ontbreekt. Aan de voorkant zie ik dat de... koppelingen ontbreken. Ja, al met al is dit gewoon een jammer. Net niet. Maar ik vind het wel mooi om te zien dat deze er zijn. En ik vind het eentje om naar uit te kijken. Mocht ik er eentje tegenkomen. Dan is het dat wel de moeite waard, denk ik. In ieder geval bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Deel, share, like, attendeer andere mensen erop die misschien ook wel eens treinen van binnen willen zien. Of gewoon mij horen willen horen praten, wat ik me niet echt voor kan stellen. Maar goed,
Hoe meer subscribers, hoe beter. Mocht ik ooit de 10.000 of zo halen dat we nu zitten, kan ik er misschien nog eens een keer wat mee gaan verdienen. Maar ik denk dat dat eerlijk gezegd redelijk onrealistisch en onhaalbaar is. Dus goed, tot de volgende keer.